De herdenking van 39 jaar revolutie is gisteravond traditioneel ingeluid met het leggen van kransen bij het monument van de revolutie op het gelijknamige plein. President Desiré Bouterse, tevens leider van de revolutie, heeft daarna de fakkel aangestoken. De revolutiedag, nu bekend als de dag van bevrijding en vernieuwing, is daarna ingezegend door voorgangers van verschillende denominaties. Met z'n allen hebben ze gebeden voor vrede en harmonie in Suriname. De leider van de revolutie heeft zijn gehoor tijdens zijn toespraak meegenomen naar de verdiensten van 39 jaar RIVO. Volgens hem hebben op 25 februari 1980 enkele progressieven met in de spits jonge militairen de basis gelegd voor het decolonisatieproces. We hebben vanaf toen gewaarschuwd en zij die eerder in welke vorm dan ook gestreden hebben, hebben het zelf vastgelegd in ons volkslied. Omdat een land, een natie, indien zij daadwerkelijk op basis van haar eigen principes, van haar eigen kunnen, in acht nemen alle internationale en haar nationale mogelijkheden, welke zij wil uitbuiten voor zijn haar volk, geloof u me, het zal geen eenvoudige taak zijn. En we hebben het gezien en men wist het toen al. Vandaar de staat, streden. Bouterse gaf aan dat het goed was om op dit historisch moment stil te staan bij de vier vernieuwingen die toen ingesteld waren. De bedoeling van deze vernieuwingen was het pad van de decolonisatie niet uit het oog te verliezen. We hebben als een voorbeeld van het politiek-bestuurlijke orde het verre binnenland in ons proces van decolonisatie, in ons proces van ontwikkeling, konden wij of vinden wij nog steeds dat het verre binnenland recht had en recht heeft en wij in Paramaribo de plicht hebben om hun te betrekken in het politiek bestuurlijke van het land. Vandaar dus dat onze mensen in het binnenland zich wel eens moeten afvragen sinds wanneer is het mogelijk of zou het mogelijk geweest zijn om het binnenland met 10 zetels te mogen vertegenwoordigen in onze nationale assemblee. Als ik een voorbeeld aanhaal van politiek bestuurlijke orde, dan zou het goed zijn wanneer onze jongeren zich afvragen sinds wanneer en hoe komt het dat ik met mijn 18e jaar al recht heb en zelf de plicht heb om betrokken te kunnen worden bij het politiek bestuurlijk. President Bouterse, leider van de revolutie. Hij kreeg de lachers op zijn hand toen hij een optelsom maakte over het aantal beschikbare zetels en de verdeling daarvan. Bouterse gaf aan niemand te onderschatten, maar gaf zijn gehoor meteen mee dat de NDP ook niet onderschat moet worden. Hij eindigde zijn toespraak met de les, zoals hij het noemde, dat wij elkaar en het land moeten liefhebben. Aldus president Bouterse, tevens leider van de revolutie, vanochtend op het RIVO-plein bij de traditionele kranslegging in verband met 39 jaar revolutie.